Dit is welkom erbij. In deze aflevering praten we met Samuel Slimmy Keuk, die onlangs terug is gekeerd naar de politieke partij Alternatief 2020. Tijdens een partijbijeenkomst in het district Saramakka heeft hij officieel zijn verontschuldigingen aangeboden aan de voorzitter uh, Steven Rijmen, vanwege de wijze uh, waarop hij de partij verlaten. En in deze aflevering zullen we een gesprek voeren met Keuk. Meneer Keuk, welkom in het programma. Hartelijk dank. Om te beginnen, wat is de reden dat u terug bent gekeerd naar de politieke partij Alternatief 2020? Um, kijk, op de eerste plaats is toen was ik een beetje jonger. En de jaren die tellen erbij. Het was de, het begin, het was de beginfase van A20 in 2015. Zes maanden voor de verkiezing hebben we propaganda gevoerd. En... Er is een bepaald resultaat naar buiten gekomen. En natuurlijk, je bent een nieuwkomer, Je bent nieuwkomer in de politiek. Eigenlijk zeg maar, je bent een groentje in Groen. Dus vanuit al die zaken die ik heb genoemd, dan heb je ook een bepaalde idee. Ik laat me zeggen, een de voorzitter van A20 heeft het ook beantwoord, allemaal bij Groen. O al, ene, al ik Groen, dat bedoel ik met Groen. Met het, de kijk op politiek en het bedrijven van politiek. En de verkiezingen waren voorbij en er was een overweldigend resultaat. Mei 2015 was een overweldigend resultaat. Wat volgens mij, volgens mij, geen enkele politieke partij ooit heeft gehaald. Op de eerste plaats, we hebben hard gestoten. Landelijk, landelijk zes maanden maar tijd om propaganda te voeren. Landelijk, alle tien districten. Bedoelt in mei 2020? Ja, mei 2020. Oké. We hebben dat zo gedaan: de verkiezing voorbij. De partij had de 1% regeling gehaald. Een beetje voldoening, maar toch hebben wij die DNA-zetels niet kunnen halen. Dus toen. Eigenlijk, op, laat me praten voor mezelf, ik ben toen mijn eigen weg opgegaan, want er waren zaken waarmee ik niet tevreden ben en de partijvoorzitter heeft het ook beantwoord. Er waren zaken in de partij, die waren nieuw, hij moest op drive komen, niet, ieder, niet alle nieuwsen waren in diezelfde richting. Dus je mag je te, dat wel van a 20 is, dat altijd de voorzitter de ruimte aan iedereen gegeven om je ding te doen. Doe niet doen is dus na 2020, 2021, 20, heb ik gezegd: Weet je wat, ik ga proberen iets anders te doen. Ik ga kijken, ik, ga die, ik zal het veld weer gaan scolten. Migo scolta veld. Zeg ik eerlijk? En de jaren gaan voorbij. Ik ben gaan zitten nadenken: Weet je wat, oké, ik wil een partij, ik wil op je ik, ik stond op de kandidatenlijst. Het was het resultaat. Het was niet wat het wezen moet. Je was nog jong. Je hebt, nog niet goed geprof je, hebt je nog niet goed geprofileerd. Dus die dingen meenemen, heb ik gezegd: van, Weet je wat? Kom, Luko, ik kan boren. In de zin van boren. Laat me kijken of ik toch een beetje groter kan uitpakken. In de zin van een groter publiek aantrekken. En vragen om te kijken welke kant je op moet gaan. De meningen waren verdeeld. De meningen waren op dat moment echt verdeeld. Maar weet je wat? Toen heb ik een beredenering voor mezelf heb ik dan vastgelegd. Ik heb daar naar gekeken en dat is als je een bijdrage wil leveren bij een bestaande partij die het fout heeft gedaan dan ga je, dat zeg je meneer je hebt het fout gedaan in dit geval was het de NDP. Ik had uit ik had persoonlijk, ondergetekende had, publiekelijk bekendgemaakt dat ik interesse had om... Ik heb gezien waar NDP fouten heeft gemaakt als cult-to-cult -cult grote partij, dus oude partij. Ik heb gezien waar ze fouten hebben gemaakt, in beleid en bestuur, op mijn vakgebied. Op mijn vakgebied. Ik doe alleen waarin ik goed ben. Ik hou me alleen bezig waarin ik goed ben. Daarin wil ik uitblinken. En toen heb ik NDP benaderd en er was geen beslissing. Ik heb me nooit ingeschreven bij de NDP. Nooit meer, schrijf niet me in. By the way, de ma ik ben begonnen met gesprekken en ze hebben gezegd: Samuel, kijk, Slimmy, kijk. Wij denken, een van de prominente zei van: Slimmy, wij denken dat jij een heel goede bijdrage zou kunnen leveren vanuit. Het wetenschappelijk bureau. Ik verzoek je om één ding met me vast te houden. In de Surinaamse politiek heb ik geleerd dat men het ziet als Jompo, Jompo. Je Jompo liet springen. Maar in beleid en bestuur noemt men het profileren: je, pro, je profileert jou. De Engelsman heeft een mooi woord voor dit ding. Ambition. Iedereen mag ambities hebben. Waarvoor ik heb gewaakt, is dat er geen druk op me zou komen om als een dode vis... Dat ben ik aan die ging, Maar nu aan deze visie. Een dode vis, wat is de eigenschap van een dode vis? In water, in stromend water. Het water neemt die dode vis mee, overal waar het naartoe gaat. Dit is jouw visie, ja. Tamara, ik een trapasie, ik ben een bocht. Als je de divisie is, Ik heb gezegd in mijn opstelling naar de NDP: ik wil me niet gedragen binnen de NDP als een dode vis. En ik moet zeggen, ik hoef geen namen te noemen, maar hoofdbestuursleden die me toen hebben gesluist naar binnen, die het goed vonden: van ah, je kan een bijdrage leveren. Ik heb ze gezegd: ik ben geen dode vis. Ik ben een levende vis in de zin van levende vis. Uh, eigenschap van levende vissen, zien we dat ze tegen de stroom in, in zwemmen. Maar niet tegen de stroom. Ik had het niet bedoeld tegen de stroom om alles van die partij af te keuren, om constant, om constant in discussie te gaan, te delibereren. Nee, no. het bestuur van het wetenschappelijk bureau was eens. Ik heb ze gewezen op de fouten waarvan ik denk dat waren radicale fouten. En ze waren het eens. En ze zeggen: Oké, okay, we zijn eens met jou dat je ook. Ik zeg, weet je, het mooie ervan is dat je, behalve dat je een beleid afkeurt, maar hoe mooi is het ook dat je kan bijdragen om beleid te verbeteren. Los van het feit dat u, het, uh, dat u jong was, uh, wat waren de punten waarmee u het niet eens was uh, met A20? Kijk, je had, een jong, je had een bestuur. Weet je, en je, ik ben niet in het bestuur, je bent een lid. En je moet je eigenlijk, je gaat gewoon. Kijk, de partij, het bestuur geeft richting. Hè? En op een gegeven moment, er waren heel wat zaken. Ik moet heel wat zaken. Een van die dingen is de manier. Een van die dingen die me stoorde echt van A20 is de manier. Je wist dat we hoog zouden scoren, maar die, die pushing power van individuen was er niet vanuit het bestuur. En meneer Rijmen weet tanders goed dat ik echt. Een, een hak daarvoor daartegen zetten. Tegen het bestuur. Niet bij hak de man. Omdat die pushing power naar buiten toe... Om, om, dus die informatiestroom, het kwam maar niet op gang. Je had het maar van een kleine enkele groep. En dat, dat hield me bezig en dat stoorde me verschrikkelijk. En kijk, natuurlijk... Ik weet dat voorzitter Rijmen alles wil, maar niet alles kan. En hij heeft me ook gezegd, Samuel... Hij was bij me geweest een keertje op Boys Ranch. Ik was daar toen met mijn vader. En hij zei: "Samuel, ik kom om jou persoonlijk te ondersteunen." Hij heeft niet gezegd: "Ik kom jou omdat het bestuur toen er." Ik praat over toen. We draaien gewoon dat bandje terug. Dat het bestuur jou ondersteunt. En dat heeft me even aan het denken gezegd van: "Boys, voor je aan mij ondersteun je persoonlijk." En dat niet lopen maakt als het bestuur jou ondersteunt. En eigenlijk heeft dat me weggedreven van het 20 Dus dat, dat, heeft een, dat was eigenlijk het een, een, een hè. Van, nou, drap in die brokkel. En dat heeft eigenlijk me die switch laten maken hier. Van, weet je, probeer het, probeer het elders. En zeg van, weet je, dan ga je kijken van waar heeft de regerende partij het fout gedaan. Maar al heel vroeg, al heel vroeg bij de NDP, ontdekte ik van, nou. Jouw denkwijze, wat je hebt geleerd bij A20 van Steven Reimen, Suriname eerst in, dat past niet bij NDP. Dat, dus, al vroeg zag ik het. Hè? Je zag van, je bent door die oude garde verwelkomd, maar die jonge garde bagatelliseert jou. <laughs> de oerman je, de man je, de man je do Maar die jonge mensen zeggen van, nee, ik was voor jou daar, ik ben voor jou hier hoor. Wat kan je doen? Dus daar zag ik al dat met vernieuwing in hier, in, in, het, in, in, in je bovenkamer, dat dat moeilijk zou lopen. En ik kan één van die punten noemen. Ik had alle ruimte van het, van, van het bestuur van, van WB, maar wanneer het verder moest zakken, in, je bent in geen enkele commissie, maar niet, dat zijn die jonge mensen hè, die dat hadden, geen enkele appgroep wordt je gezet. Er worden documenten. Men, men zegt jou dat ze documenten aan het voorbereiden zijn, maar niemand En hem betrekt jou, maar je bent een wetenschappelijk bureau. En dan komt puntje bij paadje en hem. er worden presentaties gehouden waar je nooit betrokken bent. Ik heb gezegd: nee, als ik inderdaad verandering wil, desnoods bij de NDP en niet A20, moet ik wel die gelegenheid krijgen voor die verandering. Toen heb ik gezegd: Ik ga pas een keus maken, want toen had je de, de bestuursverkiezingen voor de deur. Dan wachtte ik de bestuursverkiezingen, omdat men had gepropageerd en beloofd dat de maokinki assistent intern had men aangekondigd, de, de, voorzitter, de gekozen voorzitter nu, die had aangekondigd een rigoureuze verandering. En ik heb dat ook gezegd: Het is, het is, het is te, 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 te zien op alle. Een, 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 een mediabedrijf waar ik ben geweest, ik, heb gezegd, ik ga voor verandering en dan wacht ik af. En ik heb nooit een legitimatiebewijs gehad. Trouwens, ik was een jaar bij binnen, ik bewoog mij, ik, ik, ik bewoog mij een jaar binnen de kringen van de NDP. Nooit één dag. NDP had de mogelijkheid niet voor het geven van legitimatiebewijzen, machinebrokkel, geen registratie. Dus weet je, van buitenuit lijkt het een mooi ding. Maar tegen begin goeien en meneer put de door Want het is niet alleen iets van de NDP. Maar nooit heb ik officieel toegang gehad tot het bestuur. Het was een demissionair bestuur. We kregen ook een overgang van oud bestuur naar nieuw bestuur met verkiezingen. Nou, dat is gebeurd. En nadat er en nu komt het, waar ik de knoop. Duidelijk heb doorgehakt. en ik dacht, wie is de man, ik aan, niet met John Paul Maar ik ga me niet laten leiden als nieuwkomer, als een politicus die een verschil wil maken. Ga ik me niet laten leiden door een druk van bovenuit en van onderuit. Van bovenuit, en dan was het en dan de kopstukken, en van onderuit, had je een die harder groep. Ik zal ze maar van NDPT in mijn bestuursleden. Zullen zei, je klets. Waarom klets je? Dan is door rustig, kies een functie en doe je ding. Ik heb gezegd: nee, ik wil een intrinsieke bijdrage leveren, zoals het mij is geleerd vanuit een goede ondergrond. Je basis moet goed zijn. Ik heb het een tijdje gelaten en ik heb gezegd: weet je wat? Misschien moet je je eigen rommel. Ik ben, een, ik ben mans genoeg. Mans genoeg, ik heb die guts. Ik, we zeggen het, het plaat, ik heb die ballen nog steeds. Om te zeggen, ik ga terug naar mijn huis. Koko. Gona en ik ga het bespreken. En dan kijken als we elkaar kunnen vinden. Om te zeggen van kijk, vanuit kant, Daarom heb ik het gezegd. En ik heb het publiek gezegd. Hoeveel, 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 hoeveel zijn bereid mij na te doen? Gona? Ga en neem mijn mic. Waar je weet dat een paar duizend mensen via social media naar je kijken, en er zijn een paar, uh, paar uh, honderdtal mensen daar die jou zeggen die naar jou luisteren wat waar, 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 waar je zegt van voor. je? From my side, van mijn kant, I was wrong. I have seen it wrong. Van mijn kant uit. Omdat A20 het ook al gezegd, voor voorzitter van ze. we waren allemaal jong. I've seen it wrong, and I apologize. Ik bied me voor. Ik ben niet te groot, ik voel me niet te groot om te zeggen ik bied mijn verontschuldigingen aan aan de voorzitter en de partij. Maar belangrijk is, ik wil weer mee werk, mijn schouders onder het werk te zetten van A20. En u gaf aan, het gaat niet om jumpen jumpen, maar het zijn ambities. Uh, wat zijn uw ambities nu bij A20? Mijn ambities bij A20 zijn is om, om een zodanige impact, een zodanige invloed vanuit mijn binnenste. We zeggen het intrinsiek. Een invloed te hebben op mens, milieu en maatschappij. We kunnen zodanige invloed hebben, mensen zodanig beïnvloeden, mensen zodanig positief beïnvloeden, dat ze iets in mij zien wat zij kunnen gebruiken voor de toekomst. Dat is, daar wil ik die impact maken met A20. Ik wil dat A20 een verschil uitmaakt. Een van de verschillen die A20 al uitmaakt is... A20 kent geen partijdiscipline. Als dat niet bestaat. En A20 wil het verschil uitmaken. Ik wil met A20 het verschil uitmaken dat wij dat politiek en bestuurlijk... Dat het nooit meer zo is dat één politieke partij het bepalen heeft voor, voor 500.000 zielen in dit land Is fout, is valikaan fout. Met A20 wil ik zodanig de mensen aanspreken dat als, als quote to -quote kleine partij, want dat hoor je van de grote zeggen toch? Jullie zijn klein, jullie zijn klein. Maar nou, ze zijn nog een keertje klein begonnen. De man begint je te Maar nu ze een, 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 een domme massa hebben, want ik ga je eerlijk zeggen, elke goeddenkende Surinamer, die weet dat het niet goed gaat in het land. Ge wil nooit terug gaan. In een andere go, Om weer te gaan experimenteren. Dus dat bedoel ik, we zien in de politiek. Elke vijf jaar begint Suriname opnieuw. En dat willen wij doorbreken. En wij van A20 zijn de eerste die hebben gezegd. A20 wil helpen Suriname te laten regeren voor volgende generaties. Plotseling hoor je de VHP, die gaat Suriname regeren voor volgende generaties. Plotseling hoor je Akim Boto en Janne van Simons, Suriname regeren voor volgende generaties. Maar het was nooit kunnen ze het in de mond nemen, totdat A20 zei, Suriname op de eerste plaats, alle fundamentele zaken die, die, die fout zijn gegaan, we zeggen fundamenteel onrecht, dat het volk is aangedaan, dat. Word, dat gaan we keren. Het, we gaan de tijd keren. Of het tijd keren, we gaan het tijd keren. Dat betekent, we gaan opnieuw beginnen. Niet opnieuw, opnieuw het wiel uitvinden, maar je gaat structuur brengen voor lange termijn. Ik kan nu een beetje praten met Ik kan nu een beetje praten. Ik kan niets in dit gesprek aanhalen wat ik als jongeman van dicht bij de 50 nu zie als een nalatenschap van de oude politiek. Alle grote politieke partijen, te beginnen bij de zittende regering, want zij zijn nu aan de VAP. We gaan naar de NDP, we gaan naar de NPS, we gaan naar ABOP. Niks, nee, ik heb niets, ik heb geen geen enkele handgreep heb ik. Of sorry, geen enkele handvat heb ik om te zeggen is iets voor een volgende generatie. Alles wat men heeft gedaan is voor de volgende verkiezingen. Je ziet dat we in een vicieuze cirkel zijn. En dat heeft de heer Sander Schimmelpinnik om beschreven in zijn boek. De domheid regeren. Omdat die domheid, wat we zien, die domheid is gezakt. In, en het is de democratie van Suriname aangetast. De rechtsstaat heeft het aangetast. Het heeft aangetast de wetenschap. En nu komt het heel gevoelig. Die domheid heeft de journalistiek ook aangetast. Want je zit bij, tien jaar of terug, Regering Bouterse Amirali. De meeste journalisten in dienst genomen. Regering Bouterse Adin, journalisten, kritische journalisten, omgekocht, in dienst genomen. En deze regering, Bassamarji, heeft hetzelfde gedaan. En heeft u tot slot nog een boodschap? Vandaag doe ik een beroep op u als mens. Denk aan uw medemens en denk aan een volgende generatie. En kiest uw nieuwe leiders. Omdat wij de laatste kans over zes maanden, zeg ik uit het diepste van mijn hart, wij krijgen de laatste kans om Suriname te laten regeren voor volgende generaties. En maakt u gebruik daarvan en kiest u de juiste leiders om mee te helpen om richting te geven aan dit land, waarbij de mens, Factor Mens, u ziet het hier bij mij, Suriname eerst. Suriname wil ik zetten met Alternatief 2020 op de eerste plaats. En dan volgt de rest. Ik dank u. Zo heeft het gehoord van Samuel Slimmy Keuk, die officieel is teruggekeerd naar de politieke partij Alternatief 2020. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Stranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten? Stuur dan een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Stranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.